Hallo iedereen, even een korte uitleg over onze meerlagenbuis. Dit is de meerlagenbuis van Duofill. Zoals je ziet, eigenlijk dezelfde buis als de andere buizen, zoals Bejedup en Henko. Wat is het verschil? Deze plastic opbouw, binnenkant en buitenkant, zijn PERT buizen. Henko heeft PEX C, Bejedup zit en een PEX B buis. Wat is het belangrijkste bij die PERT-buis? Dat er twee verschillende types zijn. Dat is type 1 en type 2. Type 2 hangt heel dicht samen tegen de PEX C's en de PEX B. Wat wil dat zeggen? Maximale temperatuur voor in de buizen is 95 graden Celsius. En piektemperaturen die boven de 100 graden uitlopen. Wat is het speciale aan Duofill-buis? Is deze buitenmantel. Die is niet zo dik. Wat verdient die buitenmantel is alleen maar om de aluminium te beschermen in de schap. Deze lijmlagen, die zien we over de merken heen, zien we dat de lijmlagen loskomen. Ja? Dan spreken we niet over 10 jaar of over 20 jaar, maar hele oude buizen komen die lijmlagen los. Ja? Daarom dat het zo belangrijk is dat die binnenste buis een heel goede kwaliteit heeft. Want daar blijft de dichting zitten. De o-ringen en de hulpstukken, ja, op de binnenbuis. En de knelring of de buitenste mantel van de perskoppelingen. Die hechting op de binnenbuis, dat is super, super belangrijk. Ja. En daarom hebben we ook gekozen voor die Duofill-buis. Omdat die binnenste laag plastiek, hè, PERT in dit geval, dat het een enorme dikke laag is. Ja. Zij hebben een klein beetje minder aan de buitenkant, maar bij buizen met mantel of met isolatielaag is dat absoluut geen probleem. We hebben ook gezien, voor het schuren tegen de muren kan het ook absoluut geen probleem zijn. De laag is hiervoor dik genoeg.